Stichting RUMAS heeft vanmorgen in het CCS een Mama Praxerie Day georganiseerd. Met deze gedenkdag heeft de stichting bijkans 350 moeders een leuke tijd bezorgd. Volgens Emmy Hart, voorzitter en directeur van de stichting, is deze dag tot stand gekomen met hulp van donateurs. Hart zegt dat het haar goed doet om de moeders een riem onder het hart te steken. Moeders zijn belangrijk omdat zij de grootste taak hebben, zegt Hart. Vandaar dat zij vandaag, één dag voor Moederdag, worden verwend door Stichting RUMAS. Het wordt een hele verwend dag voor moeders. We hebben 350 moeders hier. En we willen de moeders, alvast hebben we een wandelloop gehad, een gebedsloop voor Suriname. Om de aandacht te vragen voor onze kinderen. Onze kinderen, het gaat niet goed met onze jeugd, het gaat niet goed met onze kinderen. We hebben een prachtige loop gehad waarbij we hebben gezongen en we hebben gebeden. Nu volgt een bemoedigingsdienst waar pastor Koeman voor zal gaan. Daarna hebben we trainingen. De trainingen worden, er zijn drie trainingen. Benz Consultancy doet moeders en leiderschap. Daarna met een panel. Daarna hebben we de politie, de inspecteurs Drachman en Hunte. Die doen criminaliteit, weerbaarheid tegen criminaliteit voor moeders. En op het laatst doe ik ben communicatietrainer en mevrouw Becker. Wij doen opvoeden in een stressvolle samenleving. Daarna hebben we een heerlijk maal voor die mensen. We gaan eten, drinken. En als we dat hebben gedaan, dan gaan we entertainen. We hebben show, we hebben zang, we hebben dans. En op het laatst gaan we sport en spel doen. En dan is het al 5:00. Nee, het is al 4:45. Dan hebben we een verrassing. We gaan de benen losgooien. En als we de benen hebben losgegooid, hebben we aan het eind de pakketten, de verloting. En om 5:30 willen we de tent sluiten. En we hopen dat alle moeders heel tevreden naar huis kunnen gaan. Om de voorbereidingen te treffen voor de volgende dag. Dat is morgen Moederdag. Ik wil alle moeders alvast feliciteren. En ze vredevolle Moederdag toewensen. Emmy Hart, voorzitter en directeur van Stichting RUMAS. De stichting heeft vanmorgen een Mama Praxerie Day gehouden in CCS.